De oldtimer waarin ze rijden heeft er al 300.000 kilometer op zitten en is door 83 landen heen gereden. En nu rijdt hij door de straten van Apeldoorn met bijzondere passagiers. De familie Zepp. Al 17 jaar bezig met één grote wereldreis. Maar ze zullen Gelderland niet snel vergeten. What I will remember most for sure will be this palace. This unique palace that I never saw in my life. And they let us also feel us like royal. They feel like the welcome they are giving us is really, really sweet for us. So we will keep it forever. De wereldreis begon in het jaar 2000 en sindsdien is de familie alleen maar groter geworden. De vier kinderen zijn namelijk allemaal op reis geboren. En dan heb je het geluk dat je wel wat van de wereld ziet. I've been to around 57 countries, including Holland. So yeah, well, I don't really count them that much, but I do know that I've been around 57 or so. Well, I like a lot of people. I like that it's very green and it's kind of rainy. Oh yeah, but so far the weather has been very good in Holland. We've been very lucky. En stiekem hoopt de familie nog op een ontmoeting met koningin Maxima, een landgenote tenslotte. So sad we couldn't meet her yet, but I would love to meet her. I think we are big dreamers also, right? She's a big dreamer and she made it happen. And we are working on it. De familie is nog een paar dagen in Nederland en daarna vervolgen ze hun weg door Europa.